laten we zo zeggen dat de arbiter ons niet goed gezind was. Want de vierde goal was ook nog een hensbal bij. En we kregen in principe alles tegen. Als er een van hun viel, dan kregen we een vrijschop tegen. En hun speelden het heel slim natuurlijk. Ja, dat kost ons eigenlijk onnodige gele kaarten. En zelfs niet terechte gele kaarten. Maar dan moet je het nog maar doen, hè? Met 9 tegen 11. En dan achterkomen. En dan toch nog gelijk maken. En oké, op het laatst hebben we toch nog die strijd verloren. Maar er zat ook, denk ik, met 9 tegen 11 niet meer in. Ik kon niks meer verwachten van mijn spelers. Die hebben, ik ben er eigenlijk wel trots op wat ze gepresteerd hebben. Eerst zelf vond ik een beetje flauwtjes. Toen vond ik dat we iets te weinig in onszelf geloofden. Want er waren wel wat mogelijkheden dat we iets meer mee moesten doen. En de tweede helft hebben ze met een heel groot hart gespeeld. En de manier zoals ik dat ook wel graag zie. En zelfs met 9 tegen 11, onwrikbaar van achteren. Ik vond het, dit is wel de manier met deze ingesteldheid en wil om te strijden. Plus het surplus aan kwaliteit. Dan moeten we toch wedstrijden, echt heel veel wedstrijden kunnen winnen.